Jezus van Nazareth wordt door sommige mensen gezien als de stichter van het christendom, maar hij wilde geen nieuwe wereldreligie stichten. Jezus wilde alleen maar zijn eigen geloof, het jodendom, zuiveren. Jezus was historisch de oudste zoon van Jozef en Maria, geboren tussen 7 en 4 voor Christus. Tijdens de regeerperiode van Herodes de Grote, maar zoals zo vaak bij religiestichters, werd ook zijn geboorte aangekondigd, met een wonderbaarlijk levensbeschouwelijk verhaal, het kerstverhaal. Duidelijk verkondiging en niet historisch dus? Precies. Mogelijk had Jezus historisch gewoon broers en zussen. Zijn ouders leefden in het stadje Nazareth in Galilea. Daar heeft hij het grootste deel van zijn leven doorgebracht. Waarschijnlijk is hij daar historisch ook geboren, hoewel Matthäus en Lucas hem levensbeschouwelijk uit Bethlehem laten stammen, om het profetenwoord, dat de Messias, de Christus in Bethlehem geboren zou worden, in vervulling te laten gaan. Ja, er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen de historische Jezus van Nazareth en de levensbeschouwelijk verkondigde Jezus Christus. Daar veel Joden in die tijd vervuld waren van de gedachte dat de wereld spoedig zou vergaan, ligt het ook voor de hand dat Jezus een belangstelling koesterde voor deze ideeën. Klopt, toen Johannes, de zoon van Zacharia, bij de Jordaan verscheen en het spoedige, dreigende oordeel van God profetisch aankondigde, trok ook Jezus naar hem toe. Al weten we niets over het concrete historische feit hoe Jezus met Johannes in contact is gekomen, feit is dat Jezus' doop door Johannes de Doper het eerste belangrijke historische aanknopingspunt is dat we over de persoon Jezus hebben. Volgens Lucas was Jezus ongeveer 30 jaar toen hij in het openbaar ging optreden. Zijn openbare optreden schijnt slechts 1 jaar of iets langer te hebben geduurd. Een verbazingwekkend korte tijd, gezien de diepgaande gevolgen die het gehad heeft. Absoluut. In deze periode trok Jezus met zijn leerlingen en volgelingen door Galilea. In tegenstelling tot de onheilsprofetie van Johannes de Doper had Jezus een veel positiever verhaal. De boodschap van Jezus was een evangelie, een goed bericht, een blijde boodschap. Gods heerschappij is nabijgekomen, zo luidt de kern van Jezus zijn boodschap. Jezus' optreden moet een diepe indruk hebben achtergelaten. Het contact met hem deed sommigen besluiten hem direct te volgen, met achterlating van eigen bezittingen. Waarom Jezus zijn rondtrekkend bestaan in Galilea opgaf om naar Jeruzalem te gaan, is, historisch gezien, vol vragen. Volgens de Bijbelse overlevering zou hij argwanend hebben gestaan tegenover het succes dat zijn persoonlijke optreden kende, in contrast met de geringe mate waarin de inhoud van zijn verkondiging door de toehoorders begrepen werd. Hoe dit ook zij, Jezus' komst naar Jeruzalem, met in zijn gezelschap exceloten, zijn provocerende uitspraken over de functie van de tempel en zijn voorspelling dat de tempel zou worden verwoest, had kwaad bloed gezet bij verschillende Joodse groeperingen. Ter gelegenheid van het Joodse paasfeest kwam Jezus naar Jeruzalem. De Joodse autoriteiten begonnen een proces tegen Jezus, aangaande godslastering. In 2 zittingen van het Sanhedrin blijven allerlei twijfels bestaan over de vraag of Jezus wel veroordeeld kon worden op grond van Deuteronomium 17,12. Wie eigenmachtig optreedt en niet luistert naar de dienstdoende priester of niet luistert naar de rechter, verdient de doodstraf. Terwijl Jezus onder verschrikkelijke pijnen zijn dood tegemoet ging, viel er duisternis over het gehele land. Ja, zoals ik al eerder zei, er moet een duidelijk verschil gemaakt worden tussen de historische Jezus van Nazareth en de levensbeschouwelijk verkondigde Jezus Christus. Hoewel in de christelijke levensvisie Jezus opstaan uit de dood op de derde dag het kernpunt is, zal men in de Bijbelse verhalen tevergeefs zoeken naar een verslag van deze opstanding zelf. Wel vinden we bij alle evangelisten het verhaal over de vrouwen die op paasmorgen het graf leeg aantreffen. En ook de verhalen over Jezus' verschijning aan zijn leerlingen. De verkondiging van de opstanding van Jezus uit de dood is de kern en het fundament van de christelijke levensvisie. Voor miljoenen geldt het als een waarborg dat ook zij zelf door God eens uit de dood verlost zullen worden. Paulus, de eerste en grootste verkondiger van het christendom, vat het als volgt samen. Want als de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof van geen enkele waarde. 1. Cor. 15, 16, koppelteken 17. Ja, je moet leren lezen. Wat is je bron? Is je bron historisch?
Of is je bron levensbeschouwelijk verkondigend, zoals de Bijbel? Er is een verschil tussen de feitelijke historische Jezus van Nazareth en Jezus die door zijn volgelingen de Christus wordt genoemd. Precies, je moet leren lezen en weten vanuit welke optiek iets er gezegd wordt, anders snap je niet wat er gezegd wordt. Ja, in dat kader heb ik een raadsel. Jezus van Nazareth is geboren in Nazareth. Jezus Christus is geboren in Bethlehem en de geboorteker van Jezus staat in Jeruzalem. Toch hebben wij het hier over één en dezelfde persoon. Hoe kan dat? Maar of je bron nu historisch of levensbeschouwelijk verkondigend is, wil niet zeggen dat het ene meer of minder waar is, het is anders waar.